Ik wil vooral van het hoofdgerecht wel echt even iets fancy's maken. Ik heb 17,5 euro uitgegeven. Nee, gewoon eerlijk cijfer. Hi, ik ben Alwin en ik ben filmmaker. Naast het maken van films heb ik nog een hobby. Namelijk eten. Ik ben dan wel geen food professional, maar vind het wel leuk om jullie elke donderdag mee te nemen in de wondere wereld van eten. Hey, weer van het testen van nieuwe producten uit de supermarkt in de serie Vet Benieuwd, tot aan het namaken van eten van fastfoodketens in de serie Vet Nagemaakt. Alles kan in Vetgezellig Eten. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Vetgezellig video. Het is vandaag donderdag, dus tijd voor een eetvideo. En vandaag ga ik een budget drie gangen menu maken voor kerst. Op Instagram, mocht je me daar nog niet volgen, @vetgezelligeten, vroeg ik aan jullie wat mijn budget mocht zijn. Ik had meerdere prijskategorieën opgegeven en volgens mij hadden jullie massaal gestemd op 10 euro per persoon. Ik ga dus een drie gang menu maken die zo goedkoop mogelijk moet zijn. En ik had zelf in gedachten om geen vlees te gebruiken, want ik wil, als ik vlees gebruik, biologisch vlees gebruiken. Bij vis maakt het me wat... Ja, bij vis maakt het me eigenlijk minder uit. Waarom maak ik... Vis, schatje. Nou. Je kunt gewoon de helft van de boodschappen meejatten. Ja, ik kan ook jatten. Dan is het ook zo. Dus ik kan gewoon prosciutto? Ik wil vooral van het hoofdgerecht wel echt even iets fancy's maken. Dus ik zat wel te denken om iets van vis te doen. Misschien een zalmpie of zo. Kijken of dat in de aanbieding is. Ik hoop het. Voor een nagerecht probeer ik zo simpel mogelijk te houden. Want ik heb het idee dat het hoofdgerecht wel echt de klapper moet zijn. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En laat weten of je volgende week een oliebollentest wil zien. Ik ga richting de supermarkt. Ik weet nog niet welke. Zal ik de Aldi doen of de Albert Heijn? Albert Heijn. Ik ga naar de Albert Heijn. Eerst even kijken bij diepvries. Even kijken of daar iets goedkoops is. Zalm is hier wel goedkoop als vers. Ik ga even kijken. Ik besloot toch om verse producten te nemen. Ruim 17 euro lichter ging ik weer naar huis. De boodschappen zijn gedaan. Ik moet heel eerlijk bekennen, het was best wel lastig. Aan de andere kant was het ook weer makkelijk. Ik heb iets met 35% korting genomen. En prijspakkers, die blijken best wel goedkoop te zijn. Ik heb 17,5 euro uitgegeven, maar ik weet zeker dat als ik het terugreken met de hoeveelheid wat ik heb, kan ik natuurlijk meer mensen serveren. Sowieso 2 mensen serveren. De kruiden die ik in huis heb, ga ik natuurlijk ook gebruiken. Lijkt me ook wel het meest logisch. Voor de rest heb ik volgens mij niet verder iets in huis dat ik denk, nou dat ga ik gebruiken. Dus dan blijft het bij die 17,5 euro. Wat ik allemaal heb gekocht, zie je nu in beeld. Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen. Want ik heb wel een klein beetje een idee. Maar ik ben ook weer niet de beste kok ter wereld. Dus ik probeer er zoiets leuks mogelijks van te maken. Zoiets fancy's mogelijk van te maken. Maar ja, ik heb hier niet voor gestudeerd. Laten we het daar maar ophouden. Ik denk dat ik eerst met de gazpacho ga beginnen. Dus ik ga eigenlijk een viergangen menu maken. Want ik ga ook een soort van aperitiefje vooraf doen. En dat heb ik heel goedkoop gedaan met dit. En wat kruiden. En een beetje slagroom, zodat het een beetje romig wordt. Volgens mij gazpacho maak je net iets anders hoor, als dat ik het maak. Ik heb ui natuurlijk, dus dat kan ik ook nog bij gebruiken. Dus ga ik dat eerst maken, kan dat ook goed afkoelen. En dan ga ik dat leuk opdienen. Een heel klein beetje olijfolie misschien erop of zo. En dan denk ik dat dat het eerste gerecht gaat zijn. Ik kan natuurlijk geen teen knoflook missen in mijn gerechten. Dus ik neem een bolletje knoflook voor alles. Een hele bol denk ik. Dat is een kleintje trouwens deze. Oké, ik ga jullie even meenemen in het maakproces. Je snijdt de uitjes en de knoflook. Je doet het gas aan en gooit er een klontje boter bij. Als de boter gesmolten is, doe je de ui en de knoflook in de pan en fruit deze aan. Je voegt wat kruiden toe. En als laatste doe je de tomatenblokjes in de pan. Mocht je je nou afvragen hoe bedenk je dit allemaal? Nou, Google is je grootste vriend. Ik heb aan Guylaine gevraagd wat ze zou kunnen maken. En soms heb ik zelf ideeën. Maar het is altijd een beetje een combinatie van alles. Ik kijk dan op Google van oké, hoe wordt ongeveer dit gemaakt, hoe wordt dat gemaakt. En dan eigenlijk sla ik het dan een heel klein beetje op. En daarna ga ik het gewoon zelf proberen te maken zonder dat ik er een recept bij gebruik.
Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat komen. Ik heb natuurlijk nu nog slagroom wat ik hierin kan doen om het een beetje romig te maken. En dan hoop ik dat dit een lekkere gazpacho wordt. Ik denk dat het eigenlijk een veredelde tomatensoep is die koud is geworden. Dat ga ik even op laten staan en dan gaan we nu verder met iets anders. Oké, het is tijd om een soort van appeltrifle te maken, appeltaart trifle type. Ik heb niet echt een appeltaart. Ik heb lange vingers gekocht, appel, roomkaas, slagroom en ik heb nog kaneel in huis en suiker. Ja, ik weet dus heel eerlijk gezegd niet wat ik nu ga maken, maar ik ga nu echt iets proberen te maken wat ik denk, nou dat zou wel lekker kunnen zijn. Ik ga deze appel bakken met een klein beetje suiker eroverheen en een klein beetje kaneel erop. Ik denk dat dat wel lekker gaat zijn als een soort van vulling. En dan ga ik de slagroom mengen met de roomkaas en wat, ja, ik denk ook weer wat kaneel. En ja, misschien wordt het weer te veel kaneel. Nee, dan iets, daar geen kaneel in, maar wel suiker. Ik hoop dat dat een soort van laagje wordt en dan ga ik het opbouwen uit laagjes. En dan lange vingers als een soort van daarboven nog een beetje opstrooien. Appel, lange vinger, trifle. Voor het toetje snij je de appel in blokjes. Je zet de pan op het vuur met een klontje boter en laat die smelten. Bak de appels met kaneel en suiker en voeg er een beetje slagroom aan toe. Haal na 10 minuten de pan van het vuur, voeg de gestampte lange vingers toe en zet het in de koelkast. Ik heb een klein beetje, nog wel ietsjes meer room erin gedaan. Ik denk dat ik iets minder hoef te gebruiken voor andere dingen. Oh shit, ik moet het natuurlijk ook nog... Shit, misschien heb ik toch iets te veel in staan. Mag iets meer peper. Maar voor de rest is hij volgens mij wel lekker. Spaccio is ook bijna klaar. Die gaat zo de koelkast in. De appel staat in de koelkast. Dan ga ik de aardappels koken. Ga ik beginnen met de bloemkool. Nee, eerst de bloemkool misschien koken. Die moet pap worden. Dan kan ik daar slagroom bij doen. En daarna kan ik het toetje afmaken. Zodat ik weet hoeveel slagroom ik gebruik bij de bloemkool. Dat was even wat ik wilde zeggen. Voor het hoofdgerecht heb ik aardappels gehaald. De twee grootste ga ik koken, dat zijn deze twee. En het leuke daarvan is dat ik ze dan ga insnijden en dan in de oven stoppen met boter erop, knoflook, wat kruiden. En dan heb je een leuk, ja, hasselblak aardappelen. En dan ligt dit zo mooi open dadelijk, zo met als een soort van waaier. Maar eerst moeten deze gekookt worden. Is dit dik of zal deze doen? Ik denk dat ik deze misschien doen. Je brengt de aardappel aan de kook voor ongeveer 10 minuten. Ondertussen was de bloemkool ook klaar en ging ik die verwerken. Voor mij heb ik nog niet gezegd wat de bloemkool gaat worden. Maar de bloemkool gaat een soort van puree worden. Die ik... Fuck. Ik moet niet praten en filmen tegelijk, want dat gaat niet helemaal goed. Ik ga een bloemkoolpuree maken. Met een beetje kaas, witte kaas erin. Zout, peper, wat kruiden en de slagroom. Ik ga eens kijken of dat lekker gaat worden. Dus hier heb ik... de bloemkoolrijst in gedaan. En dan ga ik kijken of dit een lekker pureetje kan worden. Je doet de bloemkool in de keukenmachine, voegt zout, peper en nootmuskaat toe, een scheutje room en wat witte kaas. En daarna mix je het tot een gladde mousse. Ondertussen zijn de aardappels klaar, je haalt ze van het vuur, laat ze afkoelen en snijd ze in. Daarna verwarm je wat boter met knoflook en voeg dat met zout en peper toe aan de aardappelen. En zet het op 200 graden voor een uur in de oven. Ik ben nu slagroom aan het kloppen met een beetje kaneel erin. De zuiverspread. En dan ga ik de trifle opbouwen, zodat die dadelijk gewoon lekker de koelkast in kan en een beetje kan opstijven. Ik hoop dat het lekker wordt, denk het wel. Dat is erg lekker. Oké, ga ik dit afdekken. Deze bad boy is erop. Zo. En dan gaan we het dadelijk helemaal afwerken. Maar dit is wel wat het moet zijn. Het is tijd om het geheel helemaal af te maken. Ik denk dat het heel lekker gaat worden. Want de geuren en zo zijn allemaal top geworden. Zelfs het toetje dat ik denk, nou, heb ik best goed gedaan.
Dus ik ga nu het voorafje maken, de zalm bakken en dan alles in elkaar flansen en dan gaan we eten. De onderkantjes gaan niet zo goed, die bollen helemaal op, had ik wel kunnen weten natuurlijk. Misschien dat ze dadelijk weer neerdalen op het moment dat ik... Ik heb er wel een gaatje in geprikt, dus ik snap niet helemaal dat hij dit doet. Maar het zijn nu een soort van ufootjes geworden. Misschien even nog een gaatje in prikken. Misschien gaat het vaak wel naar beneden. Kom maar goed. Oké. Ik had nog niet gezegd, voor afje wordt een, hoop ik, een bakje. Tomaten bruschetta, soort van, met wat kaas erbij. Een mengseltje en dan hopelijk mooi opgediend. Maar ja, de bakjes zien er niet heel mooi uit, dus ik ga heel even eruit halen. Of nog indalen of wordt het zo... Nee. Op zich ziet het er wel geinig uit. Ik had een beetje ei op moeten doen misschien, maar dat heb ik nu niet. Dus dat wordt het niet. Ik ga in ieder geval de vulling ervoor maken. En dan hoop ik dat het er een beetje leuk uitziet. Nou ja, dat komt wel goed, denk ik. Voor de bruschetta snij je de tomaten en haal je het vruchtvlees eruit. Je snijdt het deel wat je over hebt gehouden in blokjes, doe er witte kaas bij en meng het. Als laatste ga je de zalm maken. Je dept hem droog, daarna snij je hem doormidden, haalt de huid eraf en bakt hem. De tijd is gekomen om alles in elkaar te gaan zetten. Wat is het? Het is een bakje van bladerdeeg met tomaat, kruiden en witte kaas. En een caspaccio. Oh, dat is soep. Daar hebben we een lepeltje voor nodig. Ja, je kan het ook een beetje slurpen hoor. Slurpen? Je kan het ook gewoon zo drinken. Het is namelijk koude soep. Een soort van amuusje erbij. Als je het niet lekker vindt, hoef je niet te drinken. Als je het wel lekker vindt, is het leuk. Oké, nou, tas toe zou ik zeggen. Op zich had ik wel het koekje wat beter kunnen doen. Maar, vind je? Hoezo? Nou, hij is een beetje blekerig. Ik zat over mijn budget, of ik zat aan mijn budget. Ja, oké. Okay. Dacht ik. Ja. Ik denk dat het net iets minder is geworden, maar ik wilde toch niet eenmaal aangaan. Leuk is wel dat ik trouwens nog een Hugo heb gekocht van het budget. Maar ik dacht, ja, moet je ook iets van bubbels erbij hebben, toch? Maar wat vind je van het... Ja, een top voorgerechtje. Ja, wat zou je het geven voor cijfer? 10,5. Nee, gewoon eerlijk, een eerlijk cijfer. Dit zeg je alleen maar omdat ik net gefrustreerd was. Ja, hij was echt gefrustreerd. Nee. Ik hou niet van koude soep. Ik snap het niet. Nee, oké. Okay. Maar heb je het wel op? Soep is sowieso een ervaring die je eigenlijk niet wil, toch? Smaak vind ik wel lekker. Ja, ik vond hem wel lekker. Warm had gewoon echt lekker geweest. Ja. Ik vind dat ook iets minder, moet ik zeggen. Ja. Maar qua smaak, weet je dat dit, de hele soep... Ik denk dat ik daar twee mensen echt een kom soep van zou kunnen geven. Me nog geen euro heeft gekost. Wow. Ja. Nou, lekker wel. Ja. Ja, soep is natuurlijk echt een budget iets. Ook, ja, maar caspaccio is een beetje... Is Italiaans. Is wat luxe. Krijg je een soort van als een amuse. Maar in zo'n lang glas, ja. Hè? Ja, dat wilde ik eigenlijk doen. Maar dat kon niet. Hebben we niet. Nee, maar ik vind een geslaagde maat. Dus dat zeker voor het voorgerechtje een 7'tje geven. 7, ja? Als ik dit zou krijgen met kerst zou ik zeggen... Nou, ook een 7 denk ik wel. Ik vind het wel lekker. Ja. Zo, fik gaat erin. Waarvoor is dit nou eigenlijk? Je zit hem gewoon op de fik. Wat leuk. Voor het leuk. Het hoofdgerecht. Nou ja, ik moet zeggen. Dit ziet er toch best wel fancy uit. Alleen deze kwak even wat meer. Ik vind dat er een beetje rijstepap lijken. Ja, het is een bedje van bloemkool. Gedaan, hoor. Ja? Ja. Hasselbeck ook? Hmm. Ik moet zeggen, hij had nog ietsjes langer gekund, terwijl ik hem zelf nog heb voorgekookt. Ik vind het een goede combinatie en het is ook wel alsof je echt iets kerstigs eet. Toch? Ja. Als je dit krijgt, is het wel dat je denkt, oh, lekker. Ja. Ik vond het kerstiger dan jachtst stoofpot of zo. Ik vind het top. Ja, lekker. Ja, ja. Ik ben benieuwd wat je van het nagerecht vindt, want daar weet je echt niks van. Toch? Dat is een twijfel, toch?
Dat is het enige wat je weet. Schatje, ik doe even. Oh, dat is lekker met dat flamberen. Neppert. Kan jij goed, hè? Hij is serieus wel lekker. Zo net doen. Maar je hebt dus een krokantje gemaakt van de... Van de huid. Van de huid. Ik heb de huid losgemaakt en heb ik daar, die heb ik gebakken. Het is een trifle van appel met lange vingers. Wat is dit dan, een berg yoghurt of zo? Nee, slagroom met... Proef maar. Durf je hem dan? Ik hou niet zo van dat soort witte substanties. Nee, dat weet ik niet. Dat kan niet. Durf ik dit? Ja, dat durf ik. Okay. Kom. Oeh, dat is wel lekker. Ja. Vind je het niet lekker? Ja, kaneel. Ja, een beetje een... Kaneeltrifle. Kaneel. Zoveel kaneel nou ook weer niet. Ik proef alleen maar kaneel. Echt? Ja. Ik vind een beetje appeltaart vibe hebben. Nou. Snap je? Mm-hmm. Appeltaart met slagroom erop of zo. Ja. Ik vind het... Ik vind dat witte ook wel lekker. Lekker zoet, ja, romig wil ik zeggen, maar ik ga het mij niet zeggen. Ja, is toch zo? Het is toch een beetje romig, of niet? Ja, maar moet ik anders op zeggen? Het is toch romig? Ja, het is licht zoet, een beetje een lichte. Ja, ik vind hem lekker. Ja? Ja. Durf je het aan? Goed, je proeft wel echt naar een soort appeltaart of zo. Ja. Maar dan gewoon in de toetsjevorm. Mm-hmm. Nou, wat zou het voor cijfer geven? Nou, ik vind het zeker een goede 7,5, toch? Dus je vond het hoofdgerecht beter dan dit? Ja. Echt, ja? Ik vind het heel lekker. Ik zou dit echt een 9 geven. Wat vind je er dan precies minder aan? De textuur. Ja, is dat textuur, ja? Wat is dan de textuur van wat dan? Wat is bitter? Dat je zo'n hap hebt en dat je dan van die harde stukken appel hebt. Mm-hmm. Zachte koek en dan, ja, dat, ik word er afgeleid door de textuur. Dus okay. Is dit toetje autisme proef? Dat niet. Maar hij is wel heel lekker. Als je hem door de blender gooit, dan kan je er weer een hoop mee. Ja, dat vind ik dus altijd minder aan een appeltaart, dus die stukken appel. Nee, grote stukken harde appel. Maar hij is niet hard. Nee, maar het valt ook hartstikke mee hoor. Als je me zou dwingen dit op te eten, dan doe ik het wel. Je gaat niet opeten. Ja, het is wel lastig. Het kan smaken echt topper. Mm. Ja. Ja, dus meer de... Daar komt niks op aan te merken, schat. Ja. Over het algemeen, wat zou je het geven voor als je... Als ik dit bij de familie zou krijgen, zou ik echt denken, nou, groots uitgepakt. Ja? Ja, toch wel lekker allemaal unieke dingen. Ja. Het is ook hartstikke uniek. Ja, ik vind eerlijk gezegd 10 euro per persoon nog veel, maar goed. Ja, dat is niet veel voor als je... Ja, nee, kijk, als je... Een... Als je sowieso een laag budget hebt, dan is dat best prijzig. Dan is dat prijzig. Ja, ja, dat was wel hetgene wat gestemd werd. Dus ik dacht, ja, dan doe ik het. Maar ik wilde proberen om het zo laag mogelijk te houden. Ja. Maar het is best wel lastig, hoor. Het is lastig om het zo laag mogelijk te houden. Maar als je dingen kant en klaar koopt, lijkt het me lastiger. Dan de klaar toetjes en zo. Duurder. Ja, dat is wel duurder. Dat is, aan de andere kant, zo'n toetje, zo'n trifle toetje, was 1,50 volgens mij. Ja, op zich. Ja. Maar dan heb je wel iets minder. Ik vind dit wel echt lekkerder. Ja. Bedankt voor het kijken. Volgende week een oliebollentest. En maandag hopelijk een vlog met de afgelopen dagen waarin het kerstig was. En wat we met kerst hebben gedaan en zo. En welke cadeautjes we hebben gekregen. Ik ben heel benieuwd naar mijn cadeautje trouwens die onder de boom ligt. Hé, hey, maar wat zijn dat voor gouden cadeaus dan? Dat is voor jou. Dat zien jullie maandag. Tot dan. Maar ik ga een 3-gangen-menu voor je maken in een budgetversie. Ja, ik kom ook terug voor het eten. Oh, je komt weer terug voor het eten. Ik ga er vandoor, schatje. Oh, je gaat echt weg? Maar dit, doe je dit dan aan? Ja, ik ga wel wat anders aan doen voor jou, maar ik heb er vandaag gewoon even niet zoveel zin in.